In deze video gaan we kijken naar de dakdragers van Varad en wel de Compact Line. En de Compact Line is een serie dakdragers die zich kenmerken door het aerodynamische design. Dat wil zeggen, er zijn geen uitstekende delen. De voeten zijn heel netjes weggewerkt met een goede kapper omheen, waardoor er extreem weinig windgeruis optreedt. Naast de mooie afgeronde uiteinden is de dakdrager ook voorzien van wingbar stangen. Dat wil zeggen dat ook de stang zelf vleugelvormig is, waardoor er zeer weinig windgeruis optreedt. De stangen zijn gemaakt van aluminium. Dat betekent dat er ook een teegleuf beschikbaar is. Dus als u accessoires heeft die bevestigd worden door middel van een teegleuf, kan dat ook op deze Varad Compact Line dakdragers. De maximale belasting van deze dakdragers is 75 kilo. Ze zijn uiteraard afsluitbaar en aan het uiteinde op de kapper zit een slot. Ze hebben 3 jaar garantie, ze zijn uiteraard TÜV gekeurd en ze voldoen aan de City Crash Test. Ik stel voor om eens even te gaan kijken hoe we de dakdrager kunnen voorbereiden voor de uiteindelijke montage op de auto. De set van Varad Compact Bars bestaat altijd uit 2 verpakkingen. 1 grote lange doos waar de stangen in zitten. Dat zijn 2 stangen met de basisvoet en die lengte van die dragers is ook specifiek per auto. Dus dit is ook een specifiek onderdeel wat voor elke auto weer een andere lengte heeft. Ook de lengte van de voorste drager en de achterdrager kan weer verschillen. Dus ze zijn niet altijd dezelfde lengte. 4 kappen voor de buitenkant om hem af te werken straks. 4 kappen voor de binnenkant. Er zitten rubbers bij voor de bovenkant en voor de onderkant. Een paar zakjes met montagematerialen en nog wat kleine spoilertjes die straks aan de onderkant ook op de drager gemonteerd worden, waardoor ze nog stiller worden. Het kleine doosje wat erbij meegeleverd wordt, bevat nog specifieker materiaal voor de voet, waarmee die op de auto gemonteerd wordt. 4 verschillende rubbers, daarmee komt die op de dakrail te staan in dit geval. 4 verschillende klemmen, waarmee die aan de buitenkant vastgedraaid kan worden. Een montageblokje, 4 keer een gecodeerde bout en de bijbehorende sleutels om de dakdrager daadwerkelijk op de auto vast te draaien. Nou, laten we nu eens eventjes de dakdragerset voorbereiden om op de auto te gaan monteren. Nou, de volgende stappen zijn nodig om de dakdrager voor te bereiden voor de montage op de auto. We pakken de stang met de voet eraan. Die voet zit nu nog los. Die laten we ook los, want die wordt straks op de auto definitief afgesteld op de positie waar die komt. Als allereerste nemen we dit montageblokje. Dat montageblokje heeft een opening. En met die opening naar de buitenkant gericht, schuiven we die in de voet. Dat is een beetje een precieze passing, zeg maar. Dus het lijkt alsof die soms niet helemaal past, maar hij kan er net helemaal ingeschoven worden. We duwen hem aan. Totdat hij helemaal mooi in de voet zit. Nou, vervolgens pakken we de rubbervoet. Die zijn in dit geval alle 4 hetzelfde. Dus die drukken we eronder in. Dit is dus de voet die op de dakrail komt te staan straks. Vandaar dat hij ook in rubber is uitgevoerd. Dan zetten we de voet in zijn geheel rechtop. En vervolgens nemen we de gecodeerde bout. En de sleutel die erbij hoort. En die bout die draaien we een heel aantal slagen in de moer die in dat montageblokje zit wat we er net ingedrukt hebben. Nou, die kunnen we een heel stuk in gaan draaien. En vervolgens nemen we de klem. Die zijn ook alle 4 identiek voor een auto met geïntegreerde dakrail. Die haken we om de bout heen. En dan gaan we die bout nog verder aandraaien. Net zover dat die klem goed opgesloten wordt en die er niet meer af kan vallen. Zodat je ook alle materialen bij elkaar houdt als de dakdrager gedemonteerd is van de auto. Nou, dat is in dit geval bijvoorbeeld. Nou kan die er niet meer uit en toch heeft de klem nog genoeg bewegingsvrijheid om hem straks goed te kunnen monteren. Nou, als we dit herhalen voor alle 4 de voeten, dan is de dakdrager klaar om daadwerkelijk op de auto gemonteerd te worden. En laten we even kijken hoe we de dakdrager dan daadwerkelijk op de auto met een geïntegreerde dakrail monteren. We hebben het voorbereid en we kunnen nu de voet met het rubber op de dakrail zetten. De kunststofklem aan de buitenkant komt onder de rand van de dakrail te zitten. En vervolgens nemen we de gecodeerde sleutel en daarmee draaien we de bout een aantal slagen aan. Net zover totdat we voelen dat hij begint te klemmen. We draaien hem nog niet vast, gewoon een paar slagen dat we in elk geval de juiste positie hebben en dat hij zich goed kan instellen. Nou, wat we vervolgens gaan doen is met de inbesleutel die erbij zit, de 2 bouten die zeg maar in de voet zitten en die in de stang geschroefd zijn, vastdraaien. Zodat er een vaste verbinding ontstaat tussen de stang en de voet. Zo, 1 en 2. De stang zit nu vast aan de voet. Dan is het volgende wat we moeten doen,
de kap aan de binnenkant monteren. Er zijn 4 kappen meegeleverd, 2 links en 2 rechts, dus gebruik de juiste. Die schuiven we om de stang heen. We drukken hem zo ver mogelijk aan. En vervolgens nemen we de 2 kruiskapschroefjes die meegeleverd worden. En die draaien we gewoon met een schroevendraaier in deze gaatjes. Helemaal naar achteren. Zo, die zijn allebei aangedraaid. Vervolgens, afhankelijk van hoe we de dakdrager gaan gebruiken, kan de rubberen strip gemonteerd worden. Die meegeleverd is. Die leggen we erop. En vervolgens drukken we die netjes in positie. Als het rubber dan uiteindelijk gemonteerd is, hebben we eigenlijk alle handelingen gedaan die bij de eerste ingebruikname gedaan moeten worden. Dus bij de volgende ingebruikname hoeft u deze handeling allemaal niet meer te herhalen. Het enige wat u dan doet is eigenlijk de dakdrager op de rails zetten en hem uiteindelijk vastdraaien met de meegeleverde sleutel. Dat doen we nou ook eventjes, zodat hij mooi op spanning komt. Zo, ja, vast is vast. En vervolgens ja, hebben we alleen nog de eindkap te monteren, de buitenkap. Die kunnen we er op deze manier opschuiven. Zorgt voor de goede afwerking en dat hij lekker stil blijft. Als de kap erop zit, pakken we de sleutel en geven we hem een kortslag. En op dat moment is de dakdrager klaar voor gebruik.